Welkom bij Topnames, de game-uitzending. Iedere dinsdagavond zenden wij uit vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Steken wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Donkey Kong. Klassieker. Klassieker. Voor de oudere gamers onder ons. Kijk, dat hebben we hier gewoon. Dit is een periode waarin ik ook nog gamede. Donkey Kong en Space Invaders heb ik gedaan. Ja, fantastisch, hè? Dit is wel echt jouw sentiment, dit. Welk jaar is dit? Geen idee. Mary Jo, de Leeuw, we hebben hier heel veel van die dingen liggen. Je hebt ze meegemaakt. Denk ik 1982 of 1983. En waarom heb je dit allemaal meegenomen? Er werd gevraagd, goh, neem eens mee waar je veel goede herinneringen hebt. En in 1983 is mijn liefde voor spelletjes begonnen. Dit is de collectie uit ongeveer die tijd. Selectie daarvan, want ik heb er meer. Het is hier niet bij gebleven. Nee, ik heb denk ik van deze handhelds heb ik er denk ik 50 à 60. En ik heb nog meer tabletops tot en met Commodore 64, Atari, eerste Commodore, Macintosh. Ik heb een heel pakhuis vol in feite. Ja? Ja. Ja. En waar, verzamelen is één ding, maar waar begon zeg maar de liefde voor die games? De allereerste die ik had, dat was zo'n liftertje. Dan moest je van A naar B en weer terug en dan steeds sneller. Daar is het echt mee begonnen, dat ik me gefascineerd was door de snelheid waarmee het elke keer ging. En toen heb ik op een gegeven moment de Commodore 64 gekregen. En daar is het echt begonnen, omdat dat was echt de voorloper ook van BASIC, de programmeertaal. Dat was toen BASIC code en daar heb ik geprobeerd ook om echt variaties in aan te brengen. En dat is eigenlijk, als ik nu terugdenk, kan dus sinds 1983 programmeren in BASIC. En daar is echt de liefde begonnen voor het hele Internet of Things en Internet of Toys eigenlijk. Ja. En mijn meestal stel je als eerste vraag aan onze gasten, wie ben je en wat doe je? Ja, dat is nu eigenlijk de volgende vraag. Dat is ook wie ik ben in feite. Ja. Oké, dan wat doe je? Refnex is het bedrijf waarvoor je... Nog één, mijn ouders werden helemaal gek van die geluidjes. Zolder, net als hier. Kon je toch helemaal los? Ja, de geluiden die zijn er in de loop der jaren echt niet beter op geworden. Alleen de kwaliteit van beeld, denk ik. Maar de geluiden zijn nog steeds even erg. Dat ben ik wel met je eens. Ja. Maar goed, even toe de point. Maar goed, wij beginnen altijd met de vraag, wie ben je en wat doe je? Dus wat doe je? Ik ben Mary Jo Leeuw. Ik ben cybersecurity lead bij Refnext. En verder ben ik president van het platform Internet of Toys. En vice president van de Women in Cybersecurity Foundation. Hoe ben je hiervan naar de cybersecurity gekomen? Het begon na deze, dus de Commodore 64. En waar we het net al over hadden, dat je signalen kon opvangen. Ik heb geprobeerd toen met een tweede tape recorder om dan signalen in feite te manipuleren. Dus door te kijken wat gebeurt er met signalen die je op kan vangen, hoe kan je ze manipuleren en wat gebeurt er dan? Even voor wie dat niet weet, in die tijd was er een radioprogramma. Ja. De Commodore 64 sloeg computerprogramma's op een cassettebandje. Ja. En er was een radioprogramma die zond gewoon programma's uit. Ja. Computerprogramma's. En dan echt alleen maar de digitale signalen. Ja. Hoorde je dan? Zoals de modem. En dan kon je dat opnemen. Ja. En dan had je weer iets nieuws voor op je computer. Klopt, ja. En ik heb geprobeerd door die signalen, door een tweede tape recorder te plaatsen. En dan op één tape recorder de signalen uit te zenden, op een tweede te ontvangen, dan te manipuleren. Dus net als met morsen bijvoorbeeld. Kort, lang, kort. Dan één signaal weg te laten en dan te kijken wat gebeurt er als je zelf gaat kijken. Er gebeurde heel weinig. Dat vond ik heel jammer, want ik dacht... Ja, dacht, dit gaat een nieuwe game opleveren. Ja. Als achtjarige dan Nobelprijs voor de games of zo, ik weet niet. En uiteindelijk ging dat vervelen. Dus toen ben ik overgegaan op de Nintendo en zo gaandeweg de rit andere spelletjes. En in de jaren 90 kwamen bulletin boards op, bulletin board systemen. Ja. En daar ben ik ook dingen gaan uitproberen. En tot het moment dat de eerste interactive voice response systeem kwam, dus de bandjes, daarvoor je belt naar de belastingdienst, dan hoor je er zijn nog zoveel wachtende voor u of druk 1 om voor medewerker. En heb ik toen samen met ander iemand codes ontwikkeld en bedacht hoe het werkt om altijd vooraan in de wachtrij te komen of om überhaupt het systeem plat te leggen. En toen was ik een jaar of 18, 19, toen dacht ik misschien moet ik kijken of ik er wat verder mee kan. Je was in die tijd een soort hacker, een baldadige computer. onderzoeker. Ja. Dus en zo gaandeweg de rit heeft zich dat ontwikkeld, dus tot vandaag de dag. Eventjes, want niet iedereen heeft de internetgeschiedenis mee. Bulletin boards zijn eigenlijk een soort van forums, toch? Ja, voorloper van internet. Ja. En dan echt heel, heel plat. Dus dat was gewoon een stukje tekst wachten. En dan kwam er 3 jaar later weer eens een keer een stukje tekst. Ja. Zo ongeveer. Dus ook de manier waarop het leger vroeger communiceerde.
Ja, eigenlijk het is een beetje het, als je kijkt nu naar teletext, zo zag het er een beetje uit. Gewoon platte tekst, niet te veel. Ja. Ja. Je zei, je hebt dus die stap naar cybersecurity gemaakt. Wat doe je daarmee op dit moment? Er zijn verschillende opdrachtgevers waar ik voor werk. Dus het is een beetje afhankelijk van de opdrachtgevers. Een deel zit hem in bijvoorbeeld advisering in forensics. Er zijn bijvoorbeeld nu twee partijen in Nederland die een fusie overwegen. Dan kijk ik op welke vlak kun je dan het best fuseren. Dus dan schrijf ik een blauwdruk om dan de cybersecurity capaciteit optimaal te benutten. Maar het zit hem bijvoorbeeld ook in een opdrachtgever die inhoudelijk op cybersecurity gebied overweegt om nieuwe producten in de markt te zetten. Dan op inhoudelijk vlak aan mij vraagt, waar denk je dat dan de gaten in de markt zijn, om even een paar voorbeelden te noemen. Ja. En waar komt die fascinatie met veiligheid, security vandaan? Vanuit de periode dat ik eigenlijk alles gewoon wilde ontdekken van hoe gaat het stuk of hoe krijg je het plat. Je vertelde net al, je manipuleerde systemen, dat vond je leuk. Ja, en ik ben toen communicatiesystemen gaan studeren en daar leerde je technische studie, hè? Ja. Ja. En daar leerde je ook echt de nette manier van hoe moet je iets programmeren. Of hoe werkt nou SQL, hè? In plaats van dat je de injecties ergens op loslaat. En toen heb ik gedacht van ja, als ik dan weet hoe je het kan manipuleren of kan stuk maken, dan wil ik eigenlijk ook wel weten wat je eraan kan doen om dat wat ik bedacht heb of gezien heb, hoe je het stuk kan maken, zo veilig mogelijk. Is dat het fenomeen, want we hebben hier natuurlijk vaker aan tafel gehad dat de hackers meestal uiteindelijk hun geld gaan verdienen met beveiliging en cybersecurity. Ja, en denk ik ook, als ik heel eerlijk mag zijn vanuit de roeping in Nederland, dat ik vind dat het niveau heel erg achterblijft. Als je kijkt naar ontzettend. Ja. Als je kijkt naar de trend van de afgelopen jaar, is alleen maar we hebben meer geld nodig. Terwijl als je dan kijkt, waar heb je dan meer voor nodig? Of wat is dan de afgelopen tijd daadwerkelijk gebeurd? Waar heb je het geld aan uitgegeven? Daar komen geen antwoorden op. Alleen continu hoor je, we hebben meer geld nodig. Maar ja, dus je vindt dat het niveau van beveiliging van informatiesystemen. Maar als je kijkt naar de gemiddelde awarenesscampagnes, die gaan hier niet verder dan de wereld wordt steeds digitaler. Ja, ook weet op je? Het gebied van informatie naar de bevolking, ja. Weet je wel, ja. Gewoon handvaten, wat kun je zelf doen, et cetera, et cetera. Ja. En er was bijvoorbeeld recentelijk een campagne van een bepaald ministerie, dat ging over boefproef, dat je altijd overal aan moest geven, je locatievoorzieningen aan moest zetten. Toen dacht ik, serieus, wordt dit gepromoot vanuit de overheid? Ja. Dit kan toch niet waar zijn? Ja. Nou ja, ik zag hem ook, anders werkt Find My iPhone niet, als je dat niet hebt aanstaan. Ja, er zijn ook mensen zonder iPhone, bijvoorbeeld. Ja. 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 En zo zijn er een aantal dingen waarvan ik dacht, die trend is toch wel tekenend. Dus ook vanuit die gedachte ben ik me wat meer in. Of eigenlijk ook het is natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen, we lopen achter, is niet goed, is niet goed, is niet goed. Ja, maar het is makkelijk om te zeggen, we hebben meer geld nodig. Nee, dat is de reflex van alle overheidsdiensten waar het niet helemaal goed mee gaat. Hoe zou het wel moeten, volgens jou? Ik denk dat er een duidelijk probleemeigenaar moet komen. Als ik kijk Voor duidelijkheid, probleemeigenaar van wat? Überhaupt de hele kwestie waarvan men nu zegt, we hebben meer geld nodig. Dus nu in Nederland is het versnipperd van. Maar hoe omschrijf jij die kwestie? Er moet één iemand of één instantie verantwoordelijk worden voor hele cybersecurity beleid. In de volle breedte. In de volle breedte. Beveiliging van systemen, privacy issues. Wetgeving, toezicht, handhaving. Als ik een voorbeeld neem, Internet of Toys, waar ik dat platform voor heb. Dat is allemaal onveilig speelgoed. Daar heb ik in 2014 een pop, Kela, hebben wij met ons platform platgelegd. En hebben we gezien ook dat het niet veilig was. En dat wilden wij melden. En toen zijn wij in 2 jaar tijd van echt de Consumentenbond tot ministeries van Economische Zaken, VEJ, Voedselwarenautoriteit. Nou, we zijn echt overal geweest en overal ook weggestuurd onder het mond van wij zijn er niet van. Ik vond dat heel tekenend voor een probleem wat. Nou, ga daar eens wat dieper op in, want we hebben tijd. Hè? Je hoeft niet snel te praten of alles in 10 minuten te proppen, zoals bij Matthijs van Nieuwkerk of Jeroen Pauw. Andere zeer mooie programma's. Wij hebben alle tijd van de wereld. Waar ik heel vaak zit. Laten we niet over de oppervlakte scheren, maar je noemt nu iets waar je veel van je tijd in steekt. Ja. Vertel daar eens wat meer over, dat speelgoedplatform. Want je vertelt even zo van, toen dit en dat en we constateerden dat. Wat constateerde je dan? Waar was het lek? Om te beginnen, de app die gekoppeld was aan het speelgoed zelf, daar bleken wat discrepanties in te zitten. En dat betekent dat je de app toestemming gaf en het programma eromheen om toegang te verschaffen tot je foto's en geluid en nog een aantal andere dingen.
Wij zijn toen op een gegeven moment gaan kijken naar wat doet dan de pop daadwerkelijk. En waar gaat die heen? Waar slaat die data op? Hoe kan je het manipuleren? En je kunt de app met behulp van bepaalde hele specifieke programma's kun je die helemaal afpellen. En dan kun je ook daadwerkelijk zien wat er gebeurt, waar signalen waar heen gaan. Waar de data heen gaat. En, En bij deze desbetreffende pop, Kela, lang terug, 2014, hadden wij vrij snel door dat er een bepaalde gaten zaten. Dus als je de pop aanzette in een huiskamer, je ging bijvoorbeeld naar de andere kant van de straat, dan kon je door middel van een paar handelingen op je telefoon, kon je ervoor zorgen dat de pop op afstand bestuurd werd. En je dus de gesprekken daar aan tafel van een kind met de ouders kon volgen, opnemen. En toen dacht ik, oh, dat is toch niet heel erg wenselijk. En daar hebben we toen verder onderzoek naar gedaan van waar wordt dan de data opgeslagen? Wat wordt ermee gebeurd? Waartoe geef je toestemming? Wie kan er nog meer bij? Nou, een hele reeks aan vragen. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat dat niet in de haak was. En toen dachten we, we willen dit melden. Want wij vinden dat deze pop gewoon in Nederland niet verkocht zou mogen worden. Ja. En nou, toen kwamen we bij het eerste probleem, ja, waar ga ik melden? En toen hebben we een hele lijst gemaakt met personen en bedrijven, organisaties, waar wij dachten dat die daar wel wat van zouden vinden. Dat is begonnen bij de Consumentenbond en daar heb ik toen een melding van gedaan van is het misschien niet handig, want het is toch niet heel veilig om deze uit de handel te nemen. En met die melding is niets gedaan. Overigens in 2016 hebben ze hem wel nog uit de handel genomen, maar dat is toen na aanmelding van de melding van de Consumentenbond uit Zweden. Toen dacht ik, ja, of Noorwegen, dat is ook raar, weet je, wij doen een melding en daar doe je niks mee. Vervolgens de Consumentenbond uit Scandinavië doet er wel wat mee. Maar goed, die pop, de privacy was gewoon niet in orde. De voorwaarden waren ook niet in orde, las ik ergens. Klopt. De gebruikersvoorwaarden waren echt belachelijk. Ja, en er zat ook nog gaf een toestemming voor zo'n beetje alles, volgens mij. En een reclameboodschap, zat nog verkapte reclameboodschappen in van Disney. In, ja. Nou, kun je dit zeggen, ja, dat is een incident, dat is een of andere ding uit China of uit weet ik waar die vandaan kwam. Wat is de onderliggende trend? Hoe kijk jij daarnaar? Want we zien natuurlijk, je noemde eventjes net al het Internet of Things. We zien dat over een paar jaar nu al bijna zou alle apparaten hangen straks aan het internet. Alles heeft wifi nodig om te kunnen functioneren. Wat is de trend die je daarin ziet? Nou, ik denk als je dan teruggaat naar waar we het net over hadden, het verleden. En dan de bulletin boards en daarna de hele evolutie richting internet. Vraag me ook wel eens af, is het internet daadwerkelijk ooit toen bedacht om daar nu zoveel miljoen of miljard apparaten aan te hangen? Dus ik vraag me ook wel eens af of de discussie niet per se moet gaan over een nieuw internet, een internet 2.0, waarbij wel alle apparaten aangesloten kunnen worden. Want er gaan nu discussies om bijvoorbeeld, als je kijkt naar het initiatief wetsvoorstel van Kamerlid Verhoeven, die zegt, ja, ik vind dat alle apparaten verboden moeten worden die niet veilig zijn. Dus alle apparaten verbonden met het internet. Ja, daarvan denk ik dat het een desillusie, want je weet pas wanneer iets onveilig is op het moment dat je er een tijdje mee speelt en een goed onderzoek naar doet. Dus volgens mij zit dan de oplossing ook niet in het verbieden van apparatuur of het verplicht stellen van updates, maar te kijken of het internet, zoals dat ooit heel lang geleden bedacht is met twee commando's, of dat wel voldoet om alle apparaten aan te hangen. Ik denk dat dat, denk ik, om te beginnen een eerste discussie maar is. Als je nu zegt van oké, we hebben een nieuw internet nodig, dan moeten we dus wereldwijd met bedrijven, organisaties, overheden gaan overleggen om een nieuw internet te krijgen. Dat lijkt uitbreiden ook niet een hele reële ding, maar volgens mij, als je kijkt naar de andere kant van de discussie, men zegt, we gaan nu keurmerken ontwerpen en in het leven roepen waarbij heel de wereld zich aan keurmerken moet houden, anders komt het speelgoed niet op de markt. Ja, volgens mij is de discussie linksom of rechtsom, moet er een discussie gevoerd worden. En of het dan over het nieuwe internet gaat, een ander netwerk, andere frequentie, keurmerken, handhaving. Volgens mij moet je hem in zijn geheel voeren. Vandaar ook dat ik zeg, misschien is het handig om het allemaal bij elkaar te plaatsen. Inclusief handhaving en uitvoering. Ja, maar is het überhaupt nog te doen? Ik krijg zo de indruk, ik word er zelf wel eens een beetje moedeloos van, hoor, dat mensen het werkelijk geen bal interesseert. Nee, dat klopt. Ja. Weet je, als je bij het gemiddeld gezin gaat kijken, dan staat het hele huis vol connected apparaten. Ja. De kinderen lopen rond met smartwatches en GPS-pijlers in hun rugzak via cloud-systemen en robotjes. Alexa's en Siri-apparaten op connected tafel. Connected fietsen. En ik heb het idee dat mensen zich totaal geen zorgen over maken. Nee, dat klopt. Nee, dat is dus, zo. Maar hebben zij het dan verkeerd of heb jij het verkeerd? Ja, kijk, als men zich daar geen zorgen om maakt, ja, ik denk, wie ben ik om dan te zeggen dat zich daar wel zorgen over moeten maken? Living on the edge. Maar jouw punt is eigenlijk, mensen realiseren zich niet wat er gebeurt. Nee, en ik denk als je kijkt naar wat recentelijk is gebeurd met de Wikileaks, waarvan in feite geïnsinueerd werd dat alle tv's van onder andere Samsung, de smart tv's, gebruikt werden voor het afluisteren van gesprekken en het maken van beelden.
Wat overigens niet bevestigd is, maar wat ik me wel kan indenken dat het zo gebeurt. Toen ineens stond de hele wereld op zijn kop. Terwijl ik dacht, ja, maar dat is oud nieuws, want dat weten we al 2 jaar. En hoezo gaan nu mensen ineens zeggen, oh, ik wil niet zo'n smart TV. Dus volgens mij gaan mensen het zich pas realiseren op het moment dat het ze zelf betreft. Of dat er slachtoffer van worden. Of in het ergste geval dat het een eerste dode valt. Maar ik ben het met je eens, het is wel een roepen in de woestijn. Ja, het is wel treurig. Ja, nou, dan komt zoals vandaag het nieuws. Dat ze in Amerika toch serieus gaan overwegen om zelfs Nederlanders die zich melden op een Amerikaanse luchthaven om hun password te vragen. Van, ja, dat is vandaag in het nieuws. Ik maakte me ernstig zorgen, want ik heb een vlucht volgende week die kant op. Ja, nee, dus maar, ik begon al te lachen. Maar zijn dit soort dingen misschien nodig voordat mensen zich gaan realiseren wat de macht kan doen met informatie? Dit het eerste is. Ja, ik weet niet of het impact genoeg is. Ik denk, volgens mij gaat het pas voelen op het moment dat echt een eerste dode valt. Net als wat je nu hebt met de sextortions. Dus dat mensen gedwongen worden om foto's te nemen aan de hand van beelden met of zonder kleren. Dat mensen zelfmoord plegen aan de hand van de foto's. Ja, daar hoor je dan, beleef je wel een soort van schokbeweging over de halve wereld. Maar dat is echt als gevolg van doden, zelfmoord en dat soort dingen. En nu met zo'n popje. Ja, de meeste mensen denken, wat zal zo'n klein blond popje mij nou boeien? Of ik niks te verbergen. Ja, maar ja, weet je, de gevallen van identiteitsfraude, van iedereen die zegt dat hij niets te verbergen heeft, die zijn niet meer te tellen. Dus ja, niets te verbergen, dat is één ding. Maar je wil niet een telefoonrekening van een ander moeten betalen van 15.000 euro. Ja, maar hoe kun je hier nou op een verstandige manier mee omgaan? Want dat is een beetje jouw vak. Mm-hmm. Daar adviseer je mensen over. Je hebt een voorbeeld, je hebt zelf ook kinderen. Ik ben gewoon benieuwd hoe je dat zelf dan doet. Ik heb een dochter van 15, die zegt tegen mij vorige week of een paar weken geleden, zegt, pap, heb je de nieuwe Apple foto app gezien? Die heeft nu ook gewoon op je vrienden gesorteerd. Ja. Ik zeg ja, maar bij mij, ik kijk er, ik had het wel gelezen, maar nog niet bekeken. Ik zeg, maar bij mij doet hij dat niet. Hij zegt, nee, maar je moet eerst zelf even taggen. Ja. Ik zeg, ja, maar weet je dan wat je doet? Zeg ik tegen haar. Ik zeg van, dat betekent dus dat jij nu tegen Apple zegt welke foto's bij welke naam en identiteit horen. Ja. Dus je helpt nu Apple locatie, et cetera. Ja, om die hele database op orde te krijgen. Ja, maar en dan kijkt ze me echt zo aan, zo van, weet je, who cares? Is toch leuk? Weet je, wat zeg jij dan tegen je kinderen? Ja, leuk tot aan de voordeur. Dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld laat zien aan mensen die altijd hun locatievoorziening aan hebben staan en elke dag dezelfde route afleggen, bijvoorbeeld van en naar hun werk. Op een gegeven moment zie je een patroon ontstaan en als je dan je telefoon aanzet of van plan bent om 5 uur of 6 uur, hoe laat je van plan bent weg te gaan, ook richting parkeergarage loopt, dan staat er de gemiddelde tijd naar huis bedraagt 22 minuten, ik noem maar even wat, gemiddelde verkeersdrukte. Dus alleen al door locatievoorziening aan te zetten, bijvoorbeeld een heel klein ding, merk je al dat er patronen zichtbaar worden, er verbanden worden gezocht en dat is dan nog maar een klein ding. En qua foto's, dat is Google Now of koppel het aan je agenda. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, je kunt toch eigenlijk ook helemaal niet meer zonder je locatievoorzieningen. Want hoe, weet je wel, zonder Google Maps. Ja, maar ik denk als je dan teruggaat naar 20 jaar terug. Ja, maar pleit jij dan voor van, weet je, die nieuwe technologie doen we allemaal niet. Nee, maar gewoon een oude papieren kaart in de auto. Ja. Geen connected apparaat in huis. Ja, weet je wat, dan gooi je het hele internet eruit. Allemaal te gevaarlijk. Nee, absoluut niet. Maar wees bewust met wat je deelt. En kijk, wat, om terug te komen op de vraag die jij stelt, hoe gaat het bij jou thuis? Bij ons is het echt een evangelie van, je hoeft echt niet als je profiel aanmaakt op een smart TV of op je iPad, op een app of wat dan ook, altijd maar je echte naam door te geven. En bij ons thuis is altijd de grap van, wonen we vandaag in Islamabad of wonen we vandaag in Toronto? Ja. Mijn kids zeggen nooit, we wonen daar en daar in Nederland en ik ben zo oud. Weet je, bij ons is het echt ingeslagen vanaf het begin. Ja. Allemaal fictief. Nooit zeggen hoe je echt heet, waar je woont. Allemaal fictief. Ja, ik heb ook een heel makkelijk 06 nummer. Namelijk 06-123-4578. Ja. Net als de gemiddelde paswoord van de meeste mensen. Ja. Ja. Nee, maar dat vul ik altijd in. Niemand gaat dat wat aan, wat mijn telefoonnummer is. Ja, maar ik vul wel maar gewoon het telefoonnummer in. Ik word ook niet gebeld. Dus wat is nou het probleem? Nee, tot je wel gebeld wordt. Ja. Door een callcenter uit India die zegt dat ze Microsoft zijn. Ik zit hier iets anders in. Ik vind het geweldig dat Google dat je inderdaad kan sorteren op het beeld. Ja, hij upload gewoon al zijn foto's naar Google en vindt het fantastisch. Ik vind het echt dat kan. Geweldig. Het is heel waardevol. Ik vind heel makkelijk foto's terug. Het geeft mij echt heel veel toegevoegde waarde.
Ja, aan de andere kant van het verhaal, als je dan doorvertaalt. Je hebt nu qua internet of toys ook speelgoed op de markt. Die dan vraagt van, je gaat nu een app installeren. Jij geef mij even toestemming tot je foto's. Terwijl ik dan denk, ja, maar het enige wat ik in mijn wil is met een app besturen. Hoezo moet je per se toestemming tot mijn foto's krijgen? Als je dan verder doorvertaalt en dan afpelt ook in zo'n programma. Dan zie je dat een vergelijkbaar programma de foto's inziet, kopieert en dan ergens in de cloud zet. En dan denk ik, ja, als jij het dus niet erg vindt dat bijvoorbeeld een Google alles selecteert en voor je ordent, waarom zou een volgende persoon zich dan druk maken om Connected Toys wat precies hetzelfde doet? Dus voor mijn idee moet je op een gegeven moment wel ergens een muur trekken en een vuist maken om te zeggen, ja, ik vind dit niet meer normaal. En ik prima dat jij het fantastisch vindt als je op weg naar huis gaat en je ziet dat de gemiddelde file 0,8 meter is of zo. Maar ik zou daar wel, dat is informatie van, ik denk, oh, dat hoef ik echt niet te weten. Nee? Dan ga je jou niet inzicht geven. Als Waze mij helpt gewoon om een andere route te nemen zodat ik eerder thuis ben. Dat is toch een toegevoegde waarde. Dan kan ik een beetje zeggen dat ik in een Islamabad woon. Maar kom op, weet je wel. Dat helpt mij. Ik ben 10 minuten eerder thuis. Ja, maar joh, als jij er happy van wordt, ik zou zeggen, leef je uit. Ja, ja. Ja, maar goed. Laten we dan even zeggen, weet je, jij houdt van technologie. Je bent het disruptor zit in je genen. Jij gaat niet pleiten voor het helemaal stoppen met het... Helemaal niet. Nee, maar want het leven is er ook echt wel stukken aangenamer op geworden. Maar ik denk alleen de mate waarin... Ik worstel zo met die vraag. Daarom moet jij het antwoord geven. Want jij bent de deskundige. Wij zoeken hier namelijk oplossingen voor onze problemen. Ja, dat is goed. Ja, dat is ja. Nou, jij profileert je als degene die daar verstand van heeft en kan adviseren. Hoe lossen we dit nou op? Want ik weet het niet meer. Nou, ik denk, want al die diensten, ik kan er aan de ene kant niet meer zonder. Terwijl ik realiseer me donders goed dat ik mijn privacy ermee inlever. En toch gaat iedereen erin mee. Ik denk vanuit Nederland bezien, twee dingen. De juiste persoon op de juiste plaats en de goede rolmodellen. En als je dan doorvertaalt naar, waarom vind je dat? Ik noem maar minister Kamp, die werd toen gehackt met zijn Gmail. En die ging lachend op de tv zeggen, nou haha, maar het is wel Gmail waarop ik mijn werk en privé mail verstuur. En dus ook vertrouwelijke informatie op straat kan gooien. Maar ha, ik vind het zo makkelijk, dus ik ga ermee door. Ik denk het feit dat je dat gewoon zonder enige schaamte, zonder een zweet op je voorhoofd kan zeggen en daarmee wegkomt. Dat is dus de norm in Nederland. En dat is dus ook de voorbeeld die je stelt vanuit een departement en ook vanuit de minister. Ja, dat zijn dingen waarvan ik denk, dat vind ik kwalijk. Ik vind het raar dat je daar zo mee wegkomt en dat het een soort van salonveeg wordt om maar te roepen dat IT, oh, allemaal zo moeilijk, ik moest even opzoeken wat het ook weer betekent. Dat moet gewoon niet meer de norm zijn. Maar dat betekent dus ook dat je de juiste persoon op de juiste plek moet zetten. En als je hier in Nederland door 25 jaar burgemeester geweest te zijn, op een hele cruciale functie gezet kan worden en verantwoordelijk voor de generieke digitale infrastructuur zonder enige verstand van zaken. Wie is dat? Eén hoor. Die commissaris, okay. Ja, dan denk ik, dan is ook wel, hoe noem je dat, de beer los. Ja. Dus wat je zegt is, we nemen het gewoon als land niet serieus. Nee, het is nu een land met, of een gebied waarin heel veel cowboys opereren en waarin ook veel baantjesjagers zitten en waarbij het allemaal niet zo serieus genomen wordt, want anders komen dit soort personen ook niet op dat soort cruciale posities en wordt het dus nooit beter. Als je dan kijkt naar initiatieven zoals in Den Haag, de Security Delta, een compleet programma met waar ze overheid, wetenschap, start-ups aan elkaar koppelen. In welk wetenschappelijk onderzoek kun jij mij noemen dat hier de toegevoegde waarde van heeft aangetoond? Geen één. That's my case. Ja. Dus jij gelooft daar niet in? Totaal niet, nee. Want? Er is geen onderzoek dat aantoont dat dit toegevoegde waarde heeft. Nee, er zijn wel meer dingen die niet door onderzoek aangetoond worden. Nee, maar goed, als dan blijkt en er geroepen wordt van, wij zijn het succes van Triple Helix, alleen maar onderwijs, bedrijfsleven en alles eromheen. En het kan pas echt weer goed beter werken of als we nog meer geld krijgen. Continu is elk antwoord op vragen die ik echt nog nooit gehoord heb, meer geld, meer geld, meer geld. Ja. Terwijl ik denk, de toegevoegde waarde is op geen enkele wijze nog aangetoond. Maar we moeten allemaal wel weer meer geld gaan investeren. Hetzelfde geldt voor het cyberleger. Ja, maar ik vind het ook altijd makkelijk, want de vraag blijft natuurlijk, hoe doen we het dan wel? En Ja, ik denk als je evalueert, dan zie je wat er goed ging en wat er fout ging. En op basis daarvan heb je een nulmeting en kun je zeggen, het is daadwerkelijk legitiem om daar meer geld in te stoppen. En in welke pijlers stop je dan meer geld? En hoe gaan we er met z'n allen kijken hoe we de wereld, Nederland, maar dat ging nog steeds heel algemeen en daarom een beetje vaag. Laten we het dan eens even focussen op dat speelgoed, want jij runt dat platform. Hoe gaan we dit oplossen? Wat moeten de regels worden? Ten eerste moet er een probleemeigenaar komen. Want als iedereen nu roept, het boeit me niet en het interesseert dus me niet. Een minister van cybersecurity? Niet per se. In ieder geval een orgaan wat toezit op cyberveiligheid of connected toys. Oké, dan hebben we een probleemeigenaar. Ja, en die gaat het oplossen.
Ja. Hoe gaan we dat doen? Kaders stellen, normen, handelingsperspectief, certificering, overleggen, aanstellen. Ja, snap ik ook nog allemaal. Maar gaan we het verbieden, al het connect? Nee, wat gaan we dan doen? Waar ga je de grens leggen? Zeg jij dat laat ik dan aan de politiek over? Ja, volgens mij is dat wel een deel marktwerking. Want ik verbieden geloof ik niet in. En als je kijkt, er is natuurlijk een CE-markering. Ja, maar ik hoor van jou zo weinig concreets nu. Wat, vond je het nog niet concreet genoeg? Nee, want ik vind het ambtelijk. Je zegt een probleemeigenaar, dan gaan we over lichtstructuur en organen en dit en dat. Wat moet er nou met die connected poppen gebeuren? Maak het eens even concreet. Weet je, moeten de voorwaarden in het Nederlands begrijpelijk worden opgeschreven? Ja, alle speelgoed met microfoons erin verbieden? Nee, ik denk dat als je kijkt naar hele simpele quick wins, dan zou je kunnen beginnen met alle connected toys voorzien van zeg maar logotjes of wat je ook hebt. Plaatjes, noem maar even plaatjes wat je bijvoorbeeld ook bij de apotheek hebt. Je haalt bijsluiters in. Maar je ziet wel duidelijk als je pillen haalt van nou, je moet het niet bij drinken. Het is wel handig als ik hier ook geen machines bij bestuur. Ja. Nu is het zo, als je iets uit de schappen haalt, dan heb je geen idee wat je in huis had. Dus ik denk dat de eerst mogelijke simpele stap zou zijn, kom met een paar van dat soort keurmerken. Dus dat je, of keurmerken, signage, van stickertjes, dat je gewoon goed kunt zien, nou, dit is bijvoorbeeld connected en dit slaat data op, dit kun je delen. Volgens mij is dat een eerste makkelijke stap. Daar heb ik ook met een fabrikant over gesproken en die zijn daartoe wel bereid. Maar goed, dat is dan één fabrikant en dan heb je natuurlijk nog de rest. Dus het is denk wel een eerste goede stap. Ja. Maar als jij ziet dan dat traject voor je, maar tot nu toe, dat moet dan beginnen bij de politiek, hè, want die moet dit eigenlijk in het leven roepen, dit soort dingen. Maar ja, daar zit de deskundigheid helemaal niet. I know, nee. Daar begint het probleem, toch? Ja, daar begint het probleem. En als ik kijk naar wat ik daar zelf van heb gedaan, ook met het platform en wie we afgelopen jaren hebben gesproken, ook onderzoeken die we hebben besproken en ook oplossingen die we hebben aangedragen, daar was echt niemand thuis. En we hebben echt van economische zaken tot agentschap telecom, tot consumentenbond. Iedereen zegt, we zijn er niet van. Je onwijs shit, maar we zijn er niet van. En fijne dag nog. Dus dan kan ik met al mijn goedheid, met al mijn ideeën, met al mijn energie en geloof. Maar er zit heel veel energie en tijd in. Dan kan ik alles willen wat ik wil en roepen wat ik wil. En dan kom ik echt wel ver mee. Kijk, ik zit nu ook vanavond weer hier. Maar als dan verder niemand het oppakt of er verder niks mee gebeurt, ja, dan houdt het wel echt op. Ja. En je bent ook nog van women moet ik zeggen in cybersecurity. Dat is dus meer vrouwen in de cybersecurity. Dat is kort samengevat denk ik de doelstelling. Waarom is dat nodig? We komen ze inderdaad heel weinig tegen. Ja, klopt. De doelstelling is overigens niet meer vrouwen te krijgen in dat werkveld. De eerste doelstelling was degene die er wel in werkzaam zijn samen te verenigen. Omdat degene met wie ik dat opgericht heb, Anouk Vos, en ik kwamen regelmatig op conferenties en dan waren we de enige vrouwen. En terwijl wij dan bijvoorbeeld de closing keynote waren, kwamen nog steeds mannen naar ons toe die dachten dat wij een faciliterende rol hadden. Ja. Dus die vroegen bijvoorbeeld of wij de koffiezetapparaat wilden bijvullen. Of in mijn geval, wat op alle tegeltjes in mijn huis inmiddels hangt, mensen die aan mij vroegen of ze een uitreikkaart mochten. Terwijl dan mijn partner zei, maar ze kan de 8 talen programmeren en ik alleen maar zo een soort van verbaasd achterbleef. Toen dachten we, ja, misschien moeten we ervoor zorgen dat dan vrouwen niet meer per se aangezien worden als ondersteunend. En zo is dat eigenlijk begonnen. Toen hebben we ook gezegd, we willen vanuit de inhoud, dus de vrouwen die we kennen, ze hebben bijvoorbeeld een kei van forensic, iemand die ontzettend goed is in encryptie. Melanie Rebeck hebben we ook hier te gast gehad. Ja. Is ook onderdeel van dit gezelschap. Ja. Onderdeel van de cybersquad. Ja. En die willen dan samen bij elkaar brengen en dan vanuit de inhoud mensen vertellen wat we kunnen, wie we zijn. En ook in die hoedanigheid hopen dat er nieuwe rolmodellen ontstaan, want die zijn er nu niet. En ook in die hoedanigheid hopen dat je dan andere vrouwen inspireert om voor het vak te kiezen. En ik moet zeggen dat dat best wel aardig gaat. Want we zijn nu in 3,5 jaar tijd uitgegroeid tot 800 vrouwen internationaal. We spreken elke week, hebben we dames op de koffie die wij nog nooit gezien hebben of die we niet kennen. En we organiseren veel evenementen waarbij we nieuwe vrouwen ook ontmoeten en stimuleren om te kiezen voor dat mooie werk. Ja, want dat blijft het, hè? Ja, het is prachtig. Je blijft er met vol passie en vuur over praten. Ja, want als ik dat vraag, want we begonnen ermee met jouw liefde voor het gamen. Ja. En je bent nu bezig met je liefde voor het belang ook van die cybersecurity. Maar het is ook hard werken. Het is keihard weinig werken. Voor elkaar krijgen, voor al die energie die je erin stopt. Denk je niet ook eens, laat gewoon weer leuke games gaan maken?
Nee, ik vind het leuk om ze te spelen. Het proberen welke te maken. Welke spelletjes doe je nu? Waar ben je nu aan verslaafd? Heb je het onder controle? Ja. Ben je er vanaf? Ja. Nee, ja, ik vind Grand Theft Auto, ja, dat blijft wel mijn favoriet. Ja. En ik heb dus de hele voorraad van oude spelletjes leeggehaald recentelijk om te herordenen. En toen ben ik weer gestuurd op Doom. En dat vond ik toch ook echt wel allemachtig mooi toen. Hey, nou, even hierop door. We zijn eigenlijk een beetje ongeveer uit onze tijd. Maar een moeder die groot fan is van games. En kinderen aan het opvoeden is. Hoe gaat dat bij jullie inhouden? Hoeveel mogen ze gamen? Hoeveel uur per dag mogen ze spelen? Ze kunnen minuten en verdienen doordat ze bijvoorbeeld... De afwasmachine in te ruimen. Ja, de hond uitlaten, maar ook netjes de oefeningen doen op de gitaar. Oh ja? En in het ergste geval wissel ik de wifi-code. Dus als ze dan niks doen en te beroerd zijn om hun eigen kleren in de wasmachine te gooien... dan krijgen ze ook voor de dag de wifi-code niet. Dus zo simpel kan het zijn. Ja. Ja. Dat vind ik trouwens wel een heel goed idee, dit. Ja, ik ook. Ja, ik ben die tijd voorbij, dus ik heb geen invloed meer op mijn kinderen. Maar het is wel een... Jij kan hem nog wel toepassen. Dat is een goed idee. De wifi-code. Ja, en dan kan je beginnen met een lijstje bij het port. Wat moet je vandaag doen om de wifi-code te krijgen? Nou, dat is hond, wasmachine, lief zijn. Voilà. Ja. Hoe eenvoudig is het leven? Als je lief bent, heb je wifi toegang, weet je wel. Dat is, ik vind het best een goede deal. Ja, een hele goede deal. Hé, hey, dankjewel. Ja, ontzettend bedankt. Jullie ook bedankt. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken, zoals iedere week, Streamzilla uit Groningen, die ervoor zorgt dat je live kunt meekijken. Iedere dinsdagavond weer. We bedanken Bier en Co. die voor de biertjes zorgt. Die ziet daar een hele trits in de hoek staan. Ik drink vandaag de mannenliefde. We bedanken 2ML, het bedrijf dat voor de hosting van de website zorgt. En we bedanken Freedom Lab, van waaruit we uitzenden. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct hebben we hier nog een gesprek. Dan over een prachtige fiets. Er staat hier opgesteld. Je hebt hem al gezien. Ja. Dus daar praten we straks over verder. Kijk je on demand, dan weet je dat je die in ons archief kunt terugvinden. Dankjewel. Dag.